De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie PAHO is gisteren van start gegaan met een driedaagse antibiotica-symposium. Deze is bestemd voor artsen, medische specialisten, tandartsen, jeugdtandverzorgers en geneeskunde studenten. Het doel van dit symposium is onder meer dat de participanten hun kennis vergroten op het gebied van bacteriën, infecties en het gebruik van antibiotica. De opening is gedaan door de PAHO-WHO-vertegenwoordiger Karen Lewis-Bell. De directeur voor Volksgezondheid, Rakesh Gayadarsukul, is blij dat zoveel collega's interesse hebben getoond voor dit symposium. Omdat het is een heel erg belangrijk onderwerp, zoals jullie weten. Ten eerste, antibiotica die kan levensreddend zijn, maar tegelijkertijd kan het niet efficiënt gebruiken van antibiotica toch een gevaar vormen voor de medische wereld. We denken niet eens aan de bijwerkingen. Het gaat merendeel om het gevaar dat er resistentie ontwikkelt. En ik denk dat met deze nascholing of bijscholing dat wij een bijdrage leveren aan het minimaliseren van ongewenst antibiotica gebruik. Eigenlijk zoals dokter Rosman Adams dat zei, rational use of antibiotics, zodat wij niet onnodig voor gevaren zorgen. Jeroen Schouten, intensivist bij het Radboud UMC in Nederland, heeft een inleiding gehouden over microbiologie en antibiotica. Antibiotica behoren tot de meest gebruikte geneesmiddelen. Penicilline is het eerste bekende antibioticum waarmee de mens zich kan beschermen tegen infecties. Jan Sinnige, microbioloog uit het streeklaboratorium uit Nederland, legt uit hoe antibiotica zich ontwikkeld heeft de afgelopen jaren. Die antibiotica, dat is helemaal niet nieuw, die penicilline. Die komt uit een schimmel en die schimmel is al miljarden jaren oud. Maar ook het resistentiemechanisme dat we daartegen bedacht hebben, als bacterie zijnde, dat bestond ook al. Dus dat zijn allemaal dingen die niet heel nieuw zijn. Wat wel nieuw is, is dat we het allemaal in massa produceren. Dus 4 miljard jaar bestaan bacteriën al. Hoe is dat gegaan, dat eerste leven? Nou, hier zie je een paar bacteriën. En waarschijnlijk is de eerste soort op deze aardbol een bacterie geweest. Een heel primitief stukje vet. Een bolletje vet waar wat biomoleculen in zaten. En op een gegeven moment kon zich dat delen. En kreeg je verschillende, of eigenlijk dezelfde soort, maar kon het zich kopiëren, het biomolecuul. Als eerste hebben we dus bacteriën. Daarna kwam een groep en dat noemen we algen. En algen bestaan eigenlijk uit twee soorten. Algen als eencellige of als ze als meercellige een systeem gaan vormen, dan noemen we het wieren. Het symposium wordt ook online gevolgd door ruim 250 medici in zowel Suriname als Nederland. De opgedane kennis zal aan het eind van het symposium getoetst worden door theorievragen.